lees ik ook graag. Er zijn ook schrijvers die dat heel goed doen. Kapuscinski bijvoorbeeld. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Er wordt hier alweer hard gewerkt. Het is hartstikke vroeg. Productiesfeer. Maar wat is er aan de hand? Er lijkt wat minder ontspanning dan voorgaande jaren. Een beetje stress zelfs bij jou, Michiel. Nou, er zit nog wat in ook. Ik heb mijn stukje trouwens af, daarom zit ik nu tevreden achterover te leunen. Maar ten eerste, men wil gewoon zoveel mogelijk van het programma zien. Tenminste, ik wel. Ten tweede, door die veranderingen in de structuur, moeten wij straks over een half uur moeten wij voor dinsdag al reserveringen gaan maken. Dus nu zitten we allemaal een beetje met die programma's van vandaag en dinsdag te husselen. Dus het is nu maandag nog voor het ontbijt? Het is maandag heel vroeg en ik ben om 6 uur opgestaan. Of wakker geworden. Maar dan moet ik echt vrij veel doen. Dus ik ben niet zielig, maar het is wel licht gestrest is het wel. Herkenbaar, Michiel Berger? Om 9 uur, dan begint dus moet je die pas aanvragen. En dan moet je ergens zijn waar wifi is. Dus dan kan je niet ondertussen op de fiets zitten. Je had gisteren wel een interessante strategie om aan het maximum van die 3 express passes, zo heet dat, te komen. Je hebt eerst geprobeerd de machinetijd van de computers en de routers hier te verzetten, zodat je eerder dan alle anderen zou kunnen scoren. Maar dat is niet gelukt, hè? Dat werkte niet, nee. Maar ik had uiteindelijk wel een hele goede strategie. Tip. Ik had 3 verschillende venstertjes geopend met sessies waar ik dan heen wilde gaan. En op het moment dat je dus die pas kan aanvragen. Ik had 3 windowtjes open. Zo, refresh, request, confirm. Tok, 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 tok. En dat was perfect. En ik had mijn 3 express passes keurig voor elkaar. Dus. Maar dan moet je dan dus wel echt om 9.0000 uur doen, hè? Ja, je moet het niet om 9.00.15 doen, want dan ben je te laat. Ja. Ik zeg stress. Nou, als je het een beetje organiseert, is het heel rustig, toch? Ja. Ja. En ik zie Erwin zich daar nog niet zo druk over maken, zoals ik hem ken. Nee, ja, weet je, ik heb daar... Hoeveel express passes heb jij nou tot nu toe gescoord? Geen één. Want ik was echt gisteren, 5 minuten later dan jullie, schat ik in. Ja. En alles was weg. Dus ik denk, ja, kijk het ook maar met je express passes. Maar. Nou, waar die wel belangrijk voor zijn is, voor die sessies, ik geloof het wel. Maar voor een film is het heel prettig als je een express pass hebt, zodat je gewoon zeker weet dat je bij een film kan binnenlopen. Dus zo direct gaat het gebeuren. Ik ga mijn eerste express pass binnen slepen. Ik vraag aan dit ontbijtgeneuzel meestal 2 dingen. Wat is je opgevallen gisteren? Of was het gisteren? En wat ga je vandaag doen? Je mag zelf weten waar je mee begint. Gisteren podcasting. Ik heb 2 sessies over podcasting bijgewoond. Toch blijft mij fascineren dat podcasting nu een ding is. Eigenlijk is audio veel kleiner dan video. Dus het had veel eerder groot kunnen zijn als mensen erin geïnteresseerd waren. Dus ik had eerlijk gezegd ook niet gedacht dat het zo zou doorgroeien zoals het nu is. Maar daar ging het verhaal nog steeds heel erg. Dit is nog maar het begin, want de meeste mensen hebben nog nooit naar een podcast geluisterd. Voice gaat heel erg belangrijk worden, maar dat was een heel interessante. Bij de New York Times hebben ze 2 verschillende teams. Want podcasting is een lineair verhaal maken met een andere distributiemethode. En voice is eigenlijk een andere manier van interactie. Er zijn 2 verschillende teams die allebei over audio gaan. Dat vond ik gisteren een interessante. En vandaag... Denk je niet dat podcasting nog veel groter kan worden als mensen er ook een beetje mee gaan verdienen? Ik denk namelijk dat het verdienmodel echt wel wezenlijk niet goed in elkaar zit. Maar als dat beter wordt, en dat is heel goed mogelijk, het is een lang voor ingewikkeld verhaal, maar dan wordt het toch nog veel groter. Dat is absoluut zo. Maar als je het over de verdienmodellen hebt, dan subscription geloven ze hier voorlopig nog niet in. Ze zeggen, er is te veel gratis inhoud om mensen te laten betalen voor om zich te laten abonneren op een podcast. En dan kom je toch weer gewoon terug, alleen maar weer bij advertenties en sponsors, ja, andere mogelijkheden. Van Spotify, recent, die aankopen. Ja, maar hoe ga ik als podcaster daarmee verdienen?
nou, dat je een deel van het geld krijgt, net als in Spotify muzikanten, en dat Spotify er 1 of 2 euro bij tikt, of zoiets. En een ander punt is dat de huidige structuur van podcast laat niet goed zien aan aanbieders wie er wanneer waar wat geluisterd heeft. He, dus de feedback loop klopt niet. Terwijl dat technisch heel makkelijk is. En ik heb een zekere hoop dat als dat klopt, dat je dan heel waardevolle niches kunt aanboren met podcast. Dat is namelijk wat podcasts doen. Ja. En dat het ook advertentietechnisch wat waard wordt. Dat het iets heel anders is dan die klassieke online advertenties die in mijn ogen heel weinig waard zijn. Nou, dat ben ik op zich heel erg met je eens. Maar ik ben al 15 jaar aan het praten dat het niet over kwantiteit moet gaan, maar over kwaliteit. Ja. Ik heb dat nog nooit ergens echt zien aanslaan als het over geldstromen van bedrijven gaat. Nou ja, zo gaat het hier nou de hele dag aan deze tafel. De mannen kletsen wat, discussiëren wat over kwantiteit versus kwaliteit. In de tussentijd is dan Michiel Berger bezig zijn expresspassers aan het bestellen. Maar je gaat gewoon ook naar heel veel sessies. Wat viel jou gisteren op? Ja, het was gisteren zijn we naar een hele goede sessie geweest over AI in de gezondheidszorg. Echt zo'n beating the hype verhaal was dat. Heel erg goed. Eigenlijk drie dingen. AI is gewoon een voortgang. Ze zijn al decennia bezig met geautomatiseerde diagnoses bepalen. Het tweede is, een van die mensen daar, die heeft zijn methode, zijn AI, goedgekeurd gekregen door de FDA. Dus die is een officiële diagnose tool. En die zegt ook, ja, hè, dus zo'n Google die wat dingen doet met die data, ja, ik ben gecertificeerd. En ja, en even voor de duidelijkheid, dat waren echt geautomatiseerde diagnoses, hè? AI's die autonoom diagnoses kunnen stellen. Ja, die kan naar afbeeldingen kijken van netvlies of huid en daar een hele nauwkeurige, goede, schaalbare, snelle en goedkope diagnose stellen. En dat is ook duidelijk wat er dan met AI goed werkt. Dat is zo'n klein gebiedje. Hè? Het is heel goed in een op een heel nauwkeurig gespecificeerd gebied. En hij zei ook, ja, dat mensen bang zijn dat alle banen in de medische wereld gaan verdwijnen. Dat is onzinnig. Gewoon echt totale flauwekul, hè? Totale flauwekul. Ja. Het werkt gewoon heel goed op een heel klein gebiedje. En we kunnen nu gewoon veel meer gaan doen. Klaar. Ja. Hij zei ook echt dat die waar veel over gepraat wordt, hè, die algemene geneeskunde AI's, dus die totaal zou kunnen doorlichten en op basis van data zou kunnen zeggen hoe oud je kunt worden. Dat zag hij zegt tientallen jaren? Ja, tientallen jaren. Ja, dat vond hij echt totaal niet relevant. Wat zeg jij, Michiel? Dat was gewoon helemaal niet inzicht, dat soort dingen. Als ik die twee mensen die wij gisteren beluisterd hebben, die waren ook helemaal niet van zins om daar überhaupt over te praten. Geen topic. Ik zat er toevallig bij. We zitten meestal niet bij elkaar de hele dag. Wat mij ook opviel was het verband wat ik direct legde met een andere sessie, waarbij werd gezegd, AI eigenlijk, doordat we het steeds maar disruptief noemen, schrikken mensen ervan. Ja. We moeten het gewoon vanuit de continuïteit bekijken. En dat viel me bij deze sessie zo op. Ja. Dat die arts die daar zat, en tevens wetenschapper op computerkunde en weet ik wat, computer scientist, die zei van ja, ik ben hier gewoon al 25 jaar stapje voor stapje mee bezig. Ja, het was inderdaad een continuïteit van 1000 kleine stapjes die hij duidelijk maakte. Heel lang, heel hard werken met allemaal niet sexy kleine dingen die langzaam steeds beter worden. En niks van grote het heureka moment, van een grote knal. Dat was heel mooi om te horen. En wat staat er verder in je boekje? Ja, ik ben naar iets. Dit zijn mijn aantekeningen van die sessie over AI. En ik ben naar een aantal journalistieke dingen geweest die wel interessant waren over fringe-achtige toestanden. Dus conspiracy theories op het sociale web. En hoe je verslaggeving doet over neonazies. En heb je mevrouw Cortes al ontmoet? Het is een obsessie aan het worden. Ik was gisteren eindelijk door allerlei slimmigheden in de juiste zaal zat ik klaar. Na uren wachten om Alexandria Ocasio-Cortez te zien. En ze kwam niet opdagen vanwege ziekte. Het begint een totale obsessie te worden. En ook een totale failure. Ik heb al vele pogingen gedaan. Ik heb uren in rijen doorgebracht. En ik heb nog geen glimp van het mens gezien. Dus het is echt een enorme domper.
Verder nog wat? Nou, dit is mijn frustratie. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Het is een blunder. Inhoudelijk nog? Dwarsverbanden die belangrijk zijn? Observaties? Nou nee, maar wat jij er net zei vond ik een hele goeie. Over die continuïteit van AI en het harde geploeter. En wat die meneer Abramov ook zei. Weet je, grote woeste dingen roepen à la Google. Daar schiet bijna niemand wat mee op. En als je gewoon de regels volgt, zoals zijn toetsing door de FDA. Wat denk ik een beklimming van een hele hoge berg is. Dan kan je eigenlijk ook niet zo heel veel meer zeggen. Dan moet je je houden aan de feiten, aan de werkelijkheid, aan de realiteit. Dan wordt het allemaal misschien op het eerste gezicht PR technisch wat dunnetjes. Maar dan kom je wel bij de dingen die echt werken. En dan ben je van een hoop van dat gelul af. Vond ik een heel aardige takeaway. Rotterdamse nuchterheid. Nuchterheid van deze echt knasgeloot van mij. Zullen we dat dan maar als conclusie van deze uitzending beschouwen? Ja.